Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. De bijdrage van vandaag gaat over twee meesterschavuiten. En dat is in de categorie True Crime. De meeste mensen zijn in mijn ervaring netjes. Dat wil zeggen dat als ze zien dat iemand geld laat vallen, ook in de grote stad, dat ze dat aan die persoon laten weten. Een gevonden portemonnee wordt door de meeste mensen ongeschonden en ongeplunderd naar de gevonden voorwerpen gebracht. Toch hebben mensen, ook de braven, vaak een bovenmatig grote interesse in criminele zaken. Op zich is dat geen rare belangstelling, want alleen als je weet wat je boven het hoofd hangt, kun je je daartegen beschermen. Een beetje merkwaardig is echter wel de positieve belangstelling die we vaak hebben voor bepaalde criminelen. Vaak mensen met een zogenaamde softspot of die heel karaktervol zijn en daardoor excentriek of charmant of zelfs sympathiek worden genoemd. Het maakt niet uit dat meesteroplichter heer Olivier rijke oude dames van hun fortuin ontdeed. De charmeur was toch meerdere keren geziene gast in bijvoorbeeld talkshows. Hij begon in late jaren zelfs een eigen tv-programma. Het woord schavuit zegt een beetje wat ik bedoel. Een schavuit is een boosdoener met een knipoog. En met die knipoog komt hij overal mee weg. De knipoog is echter een onmisbaar onderdeel van zijn vakmanschap. Soms verborgen, soms meer in het openbaar. En het zijn die openbare schavuiten die extra tot de verbeelding spreken. Op 10 februari 2022 overleed hij, Arie Olivier, 82 jaar oud. Zijn bijnaam was Heer Olivier en de meesteroplichter, of die beide namen na elkaar uitgesproken. Een charmante verschijning, zoals ik al aangaf. In de jaren 60 en 70 fraudeerde hij door voor grote bedragen zaken te verkopen die vervolgens nooit werden geleverd. Daarbij ging het om bijvoorbeeld schepen, complete pijpleidingen of iets als een katoenoogst. Olivier had de reputatie om behalve zijn charisma ook zeer geslepen te zijn. Naast de zaken die ik al noemde was hij dus ook gespecialiseerd in het kaalplukken van rijke weduwen. Begin jaren 80 zat hij voor dit soort zaken ongeveer een jaar gevangen in de Bijlmerbaaiers. In 1997 werd hij, nadat hij zei met zijn criminele leven te zijn gestopt, door Veronica gerecruiteerd om het tv-programma Heer Oliviers Wereld te presenteren. Dat programma ging van start op 3 april van dat jaar. Zijn ontluikende tv-carrière werd echter ruw onderbroken toen hij minder dan 14 dagen na de start ervan op 15 april in Duitsland werd opgepakt en later ook veroordeeld voor het organiseren van een vals geldtransactie voor derden. Veronica schrapte daarop na 2 uitgezonden afleveringen het tv-programma. Een schavuit, ik zei het al. Een andere schavuit waar ik vandaag precies 11 jaar geleden ook over schreef, overleed op 31 oktober 1985. Hij werd slechts 43 jaar oud, Age Meines, die toch vooral bekend was als AGM. Meines was een crimineel zoals we die tegenwoordig niet meer kennen. Hij was bij het grote publiek razend populair, niet in de laatste plaats door de principes die hij bij zijn daden op nahield. Hij was bijvoorbeeld volstrekt geweldloos, liep zachtjes weg als er een nachtwaker was die hem dreigde te betrappen en hij ruimde na zijn kluiskraken zelfs netjes de gemaakte troep op. De principes van Meines betekenden ook dat hij uitsluitend van instituties als banken stal. Hij wilde mensen geen emotionele schade berokkenen en ontzag bij zijn kluiskraken daarom ook de particuliere spaarkluisjes die zich in de door hem gekraakte kluizen bevonden. Zijn faam werd alleen maar groter door het feit dat hij als bekend crimineel een relatie met een politieagent bleek te hebben. Dit alles was in het begin van de jaren 70 in de tijd van zijn faam luidkeels op de voorpagina van de Telegraaf te lezen. Ook kreeg hij grote bekendheid doordat hij zich door Willem Duis in diens vuist liet interviewen. Meines werd in de media van die tijd gewoonlijk dus AGM genoemd of aangeduid met zijn bijnaam Meesterkraker. Hij had zijn opleiding gekregen als lasser in de scheepsbouw. Met zijn kennis modificeerde hij voor zijn kraker een bestaand lasapparaat tot een zogenaamde thermische lans. Zo'n thermische lans is een holle metalen staaf, in het geval van M gevuld met staven magnesium, waardoorheen zuurstof wordt geperst. Het uiteinde wordt ontstoken met een acetyleenvlam en krijgt daarbij een temperatuur van zo'n 3500 graden, wat zelfs voldoende is om door beton heen te kunnen smelten. Meines kleedde zich modieus in bandplooibroeken en flamboyante overhemden. Ook zijn levensstijl was flamboyant en daar had hij dan ook veel geld voor nodig. Hij was daarnaast met zijn Haagse accent goed gebekt, wat ook meer hielp bij zijn populariteit. Meines was afkomstig uit een prominente familie. Zijn overgrootvader was bijvoorbeeld ooit burgemeester van Rotterdam en later van Amsterdam. En zijn oudoom was een prominent hoogleraar in de geofysica. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselt en Nijveen op 918 kHz. With over 220 people dead,
and a path of destruction hundreds of miles long, survivors of the Alabama tornadoes found themselves in whole cities without power, telephones, internet, cell phones, or other ways to communicate. And who is there to help in this devastation? The amateur radio operators. Ham radio people are providing communications between shelters, relief centers, emergency operations centers, search and rescue groups, and a host of relief organizations as they respond to the crisis. In the days to come, more hams will arrive from around the country to be assigned where they're needed most. These unpaid volunteers are using their radio skills to get critical voice and digital messages through. When other systems go down or are overwhelmed, ham radio people using modern equipment still are reliable like they always have been.